Ik fiets dus vandaag alleen een stukje. En daarom wil ik jullie nu ook speciaal vragen om als één team achter mij te staan en de gehandicapte sport. Dus het maakt niet uit, groot of klein. Doe een donatie voor de gehandicapte sport. En draag je steentje bij. Voor mij is deze toch veel meer dan alleen maar het financiële fondsenwervende gedeelte. Maar ja, we hebben het wel nodig om sporten voor iedereen mogelijk te maken. We zitten hier in de Volkswagen en we hebben denk ik een trotse papa aan boord nu ineens. Ja. Kan je even vertellen wie er mee fietst? Mijn oudste zoon heeft wedstrijd gefietst. Is moeten stoppen in verband met hartproblemen. Maar fietst toch nog aardig mee met de mannen. Gaat goed. Gaat ie? Goed. Tom, we fietsen zo de uitzending in. Hoe gaat ie? Ja, is ik goed, joh. Hoe ga je straks juichen dan? Ja, ik denk gewoon met twee armen in de lucht, al afval verder. Of zoals Mappai, met z'n vieren over de finish. Maar wel een gesoigneerd ookje bloedertje, hè? Kingo, kom anders er ook even bij. Want we doen dat nu met een Willem II stadion. Ja. Top. Hoppa, dan ben ik weer eentje verder. Dankjewel. Wij hebben ook... Even een korte sanitaire stop gehad in omgeving Tilburg. We zijn net echt super ontvangen bij Tilburg. Was super leuk. De mascotte was er. Mooi op het stadion. Leuke ambassadeur. Echt een topstop. Ja, we zijn nu onderweg naar Breda. Dat is een klein stukje. 30 kilometer ongeveer. En dan ik ga nu weer terugrijden naar Lyon. Want ik was een beetje achter. We komen eraan. Passagier in de auto, die heeft net 57 kilometer meegereden. Waarom heb je meegedaan? Omdat ik het belangrijk vind om mensen die minder valide of gehandicapt zijn ook kunnen sporten. Vond je het leuk? Kon je ze een beetje volgen, de mannen? Ja, ging goed. Wat reden jullie ongeveer gemiddeld? 30. Oh, dat is lekker. Lekker doortrappen. Mooi. Hier moeten we in. Nice. Wat? Het is hier van niet zijn. Ik kom even tegemoet. We moeten hier naar rechts. Ik weet niet waar we zijn. Oh, even één klikken. Het is niet helemaal de juiste route, denk ik. Oh. Welkom bij weer een aflevering Wielertermen. Ik ga nu even met Bas demonstreren wat de plakbidon is. Rijden! Oh, ik wil een gas geven! Ah, dat doet pijn! Ach, om uit de kom! Nou, dat was de plakbidon. Wat gaan we doen, Meerte? Naar de weg! Ah, eindelijk! Woe! Dit moet ook gebeuren. Als één team. Door de McDrive. Ja, twee Mac croquettes, één Mac chicken, één quarter pounder en één medium milkshake vanille. Dat was het? Ja, dat was het. De milkshake. Daar één stukje van. Oh. Ja. Gaat hij echt dat serieus doen? Ja. 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 Ha ha.